ben Freek Teunen. Ik doe samen met Jason vandaag mee aan het TUE contest. En we zitten in de finale met ons product Playground VR. Wij zagen het probleem dat kinderen in het ziekenhuis eigenlijk niet buiten kunnen spelen, omdat ze natuurlijk in het ziekenhuis liggen. En dat de speelfaciliteiten in ziekenhuizen eigenlijk erg verouderd zijn en niet meer gebruikt worden. Dus wij hebben een virtuele speeltuin bedacht. Dus we brengen eigenlijk een speeltuin naar het ziekenhuisbed, zodat kinderen alsnog samen met hun vrienden of met andere kinderen in het ziekenhuis samen kunnen spelen en creatief bezig kunnen zijn in de virtuele speeltuin. Studententeam Test. En we hebben net een TUE-contest meegedaan. En we hebben de eerste prijs gewonnen voor studententeams. Dus super tof. En dat gaan we nu ook weer investeren in ons project. En bij Team Test maken wij een biosensor. En dit jaar maken we een biosensor specifiek gericht op vancomycine. En dat is een antibioticum waarin het heel belangrijk is dat dat binnen een bepaalde range eigenlijk gedetecteerd wordt bij de patiënt. En wij willen erop focussen dat die biosensor ook zo klein mogelijk is, zodat die ook bij de patiënt thuis gebruikt kan worden.